Ik ben in het World Trade Center Rotterdam en ik ga vandaag naar de 13e verdieping. Daar zit een co-partner van MKB Rotterdam, duidelijk eentje met de allermoeilijkste naam van allemaal, van Ardenne en Crins Leroy Advocaten. Yvette, ja, leuk dat jullie er zijn met MKB. Frank van Ardenne en ik, Robert Crins Leroy, zijn in 2014 een eigen kantoor begonnen. Wij kwamen van grote advocatenkantoren en hadden de behoefte eigenlijk weer het oude ambacht te beoefenen door cliënten te helpen met een probleem dat ze zelf niet kunnen oplossen, een juridisch probleem wel verstaan. Frank als strafrechtadvocaat en ik meer als bestuursrechtadvocaat. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Remco Weiling ook en met Samantha Bilgi. Ik zit meer aan de bestuursrechtelijke kant en een beetje op het snijvlak van strafrecht en bestuursrecht. En ja, waarom moeten we denken? Overheden die ingrijpen in dit geval de levens van mensen. Heel actueel de coronaproblematiek, waarbij overheden allerlei richtlijnen en beperkingen uitvaardigen. En de vraag, mag dat ja of nee? Spannende lopende zaken met betrekking tot corona. Er staan een aantal mensen bij die toch in verzet zijn gekomen tegen coronaboetes. Een spannende vraag die bij bijvoorbeeld is of die regelgeving überhaupt kan. Is die in overeenstemming met datgene wat in de grondwet staat, Europese verdragen staat. Dus dat zijn op zich spannende actuele zaken. Nou, ik hou me meer bezig met de strafrechtelijke zaken. Dus waar Robert en Remco meer in de bestuursrechtpraktijk zitten en vanuit die hoek de snijvlakzaken behandelen, zit ik samen met Frank van Ardenne meer in de strafrechtzaken. En als er zo'n snijvlakzaak komt, dan doe ik bijvoorbeeld samen met Robert of samen met Remco kijk ik meer vanuit strafrechtelijk oogpunt, van waar zitten de risico's voor het bedrijf of voor ondernemers in dat geval. Verder hou ik me ook bezig met puur strafrechtelijke zaken. En dat zijn in onze praktijk voornamelijk financieel-economische strafrechtzaken. Dus dat zijn grote fraudezaken waarbij er binnen een bedrijf bijvoorbeeld omkoping, dit was valsheid ingeschrift, oplichting, voornamelijk dat soort verdenkingen spelen. En die staan wij dan weer bij in de strafprocedure. Een advocatenkantoor moet een bepaalde richting geven ook aan de praktijk. En we zitten voornamelijk in de zakelijke praktijk. Bedrijfsleven, dus ondernemers, maar ook overheden. Maar daarnaast behandelen we principiële zaken, waar Remco net al kort over sprak. Laten we zeggen, die zijn belangrijk omdat daar relevante rechtsvragen spelen in een mensenrechtenkader. En dat vinden wij heel, heel interessant. Dus we hebben een zakelijke praktijk met een sociaal hart, als ik het zo mag zeggen. Dus we doen het werk zelf, niet een enorme organisatie. En de cliënt die belt, die krijgt de advocaat aan de telefoon die hij nodig heeft. Ik denk dat het vooral belangrijk is, kantoortechnisch gezien, dat je blijft investeren in je toekomst. Door het aantrekken van jonge mensen, door het zorgen dat je als kantoor niet vergrijst. En dat je ook een dynamiek binnen kantoor houdt die nodig is om mensen aan de ene kant hier een gelukkige werkplek te bieden. Aan de andere kant ook nodig om cliënten goed te kunnen bedienen. Dank alle drie voor de ontvangst hier op een van de bovenste verdiepingen van het World Trade Center. Leuk om jullie kantoor gezien te hebben. Ja, en ik hoop jullie nog vaak bij een bijeenkomst van MKB Rotterdam Rijnmond te mogen ontmoeten. Ik vond het een erg leuk interview en leuk om ook iets van kantoor te kunnen laten zien. Mochten er vragen zijn voor de strafrechtelijke aspecten, dan kunnen de mensen altijd contact opnemen met mij. Ja, daar sluit ik mij wel bij aan. Dank voor het interview ook. Dank voor jullie komst. En voor de bestuursrechtelijke vragen, ja, dan zijn Robert en ik in beeld. Wij zijn natuurlijk partner van MKB. En dat doen we eigenlijk met veel plezier, omdat MKB ons helpt inzicht te krijgen in datgene wat bij ondernemers speelt. Zodat wij als juridisch kantoor, advocatenkantoor, daar ook weer kunnen inspelen. Dus daarom een waardevolle samenwerking. Nou, mooi en ik hoop nog vele jaren. Dankjewel.